Ik ben Titus de Wolf en ik doe mijn lied. Allang is de hetstocht voorbij, dit mij kwelt hier. Maar doet ze vertelt hier, dat al dat lok dat haar doet ze belooft, wie vertwerk en verwielen en van takkomst berooft, wie der het moment dat mijn het slag omheeft gier. Ja, ik heb nog zo lang spelen hier en daar op een feestje en een partijtje en een barbecue. En je wil uiteindelijk wel wat meer. En ja, het jouwt wel bepaalde kans om die kistje te litten en om daar wat van te maken. Ik ben al jaren doende met trekzak spelen en zo uit en toe dan maak ik zelf een liedje. En ja, er kwam die oproep van lied en ik denk, ach, ik schroom een keer in. Maar dit is weer net de eerste keer? Nee, dat we vliegen hier hetzelfde en ik denk, nou ja, ze vregen mensen, dus ze hebben net zo'n soort liedjes meer en ach, ik heb een paar leuke liedjes. Let mij dat ik maak, want dan hebben ze tenminste een paar. Maar dan blijken dat toch wel een heel soort te werden. Ik ben Laurens van der Meulen, mijn band heet het Langs met de Deer en ik doe echt maar een lied. Laurens van der Meulen is 24 en studeert het komende jaar aan de popacademie in Ljouwert. Meidwan een lied zucht er als een experiment, al is het net de eerste keer dat er aan een wedstrijd meidocht. Ik heb al een grote prijs van Nederland. Ik heb in de finales toen in Paradiso. Toen hield ik eigenlijk tegen mezelf zo om nooit er een wedstrijd mee te doen. Maar ja, bloed kruipt. Maar deze band heb ik nog net zo soort op het podium zien. Sterker nog, dit is de tweede keer. Dus wat dat betreft is het altijd goed om ervaring op te doen. Maar qua competitieervaring of qua je moet in een minuut kunnen ombouwen ervaring en dat soort dingen, dat heb ik al net nodig. Daarom ben ik eigenlijk net zo heel groot op wedstrijden. Sowieso op muziekwedstrijden. Het is zo, alle muziek is in principe goed. Dus ja, het is zo moeilijk om te zeggen van... De uitslag van een competitie houdt automatisch weer naar zacht worden. Ik zou het heel mooi vinden als een heel soort mensen zowel in Friesland als buiten Friesland dit zo'n jaren. En dat er dat mensen dat mooi vinden. Dat is een van mijn ambities. Maar ik weet net of dat hoe reëel dat is. Hoe serieus neem je jouw lied? Ja, ik vind het wel goed dat het er is, hè? Maar voor mij is het net zo goed waarlijn om daar nou carrière op te maken. Dus ik beschouw het voor mij als pure aardigheid. Maar stel nou dat je een ronde vierde komt. Ja, ik word er benauwd van dat ik in de harmonie steer wat. Dus ik ga er net vanuit, maar dat leef ik dan ik nog wel. Dus ja, uiteindelijk heb ik er wel zin om. Voor het tweede jaar op rij werkt het lied met voorrondes. Je weet de jury niet hoe de deelnemers en haar lied. Van juryvoorzitter Frits Siesverda een wichtig aspect, dat net weten. Nou, lied is er om een podium te bieden voor muzikanten. En muzici die in Friese taal, in Stedfries dialect zingen willen. En aan de andere kant ook op die manier een bijdrage te leveren aan een stukje Friese cultuur. Ik zie jou net op. Eigenlijk is het een auditie met publiek wat ze hier doen. En die opzet maakt het voor mij wat leegdrompeliger voor muzikanten. Lid van mij ervan. Maar muziek is het toch, het pakt die of het pakt die net. Maar er zijn altijd wel een aantal punten west kritisch op best. Ik qua presentatie, hoe is het doen, ik spelen.
Nou ja, en ik tekst past het, ik wat muziek en tekst ik wat bij elk hoor, dus daar ben je wel dingen weet je dan wel op letten. En dat is mijn Alex onderdeel die dat ik maak van hey pakt het die of pakt het die net. En ja, soms is het appels en parren vergelijken en dan zit je wat meer op dat jury echt wel even naar de kwaliteit. En soms is dat het gevoel, dan zou je van, goh ja, maar dit is mooi. Dit is authentiek of dit is origineel. Ja, ik sta hier net van neer vanzelfs, want de jury is eruit. Naast Sipke en Sjouke de Boer in de band Zwart Boend van jongeres Hermie Zwart, wil ik het langst me in de deer uiteindelijk selecteren voor een eventueel plak in de finale. Dit is de Wolf, die heeft er wel vrede mee. Ja, oh ja, ja, ja. Ik wil, want ik hier mezelf daar echt net bij verwachten. Nee. Ik ben misschien wat origineel en dan maak het even, hè. Maar verder dan stelt het net voor sommigen net zo vol voor. Laurens, van harte. Beste terug naar eventueel de finale. Ja, dank u wel. Hoe viel dat? Ja, goed. Ja, win is leuk. Maar al mijn bandleden zijn dat Titus... Dat Titus moest winnen. Dus die ben misschien toch wel ergens een beetje teleurgesteld. Is van mijn knoop en de rest er maar in. Want mij wat meer zwaar weer die lot net satriest. Het is van mijn knoop en de rest er maar in. Want mij wat meer zwaar weer die lot net satriest.